Welkom bij een nieuwe video. Vandaag wil ik het heel graag met je hebben over het gazononderhoud in het najaar. Met name over een gazon renoveren, verticuteren, beluchten, bemesten, doorzaaien en maaien. Deze 6 hoofdstukken ga ik kort bespreken in deze video, maar ik heb over al die hoofdstukken ook video's gemaakt. Die zal ik dan ook linken en dan kan je van daaruit die video gaan bekijken. Of bekijk deze video, zodat jij zeker weet wat je dit najaar kan doen. Vind je deze informatieve video's nu leuk? Abonneer je dan zeker op ons YouTube kanaal en klik zeker het belletje aan. Zo word je elke keer gewaarschuwd als ik weer een nieuwe video post en dat doen we elke week. We gaan niet langer wachten, we duiken de tuin in, ga kijken wat je kan doen dit najaar. Zoals je bij mij kan zien, hier en daar bruine plekken. Misschien heb jij een andere situatie, heb je een zwembadje gehad en haal je het zwembad weg na de zomer en is daar een grote bruine plek. Of misschien heeft jouw gazon gewoon echt geleden onder het betreden deze zomer. De zomer van 2021 was niet heel droog, maar meestal is de zomer ook gewoon heel droog en stresserend voor het gras, waardoor je veel bruine plekken krijgt of veel dood gras tussen je gazon. Ziet er gewoon niet meer zo mooi uit. Het najaar is een ideaal moment om te renoveren. Het hangt een beetje vanaf wat je wil. Als je gezond echt in hele slechte staat is, dan kan je ook gewoon zeggen van we starten helemaal vanaf het begin en we halen de graszoden weg, of hetgene wat er nu is, halen we weg. Vervolgens gaan we de grond verrijken, leggen we het weer mooi egaal en gaan we inzaaien. Dat kan je doen. Je kan dan ook kiezen voor graszoden. Nu, voor graszoden moet je goed opletten dat het niet meer te warm wordt, want die hebben heel goed water nodig om zeg maar de wortels door te kunnen schieten naar de ondergrond. Dus pas daar een beetje mee op. Je kan ook gewoon een bestaand gazon renoveren als in de zin van even onder handen nemen. Gewoon goed onder handen nemen. En dat is eigenlijk met verticuteren en de stappen die ik uitleg bij verticuteren die je altijd moet doen, dat is al quasi een renovatie. Dus ja, ik denk dat het makkelijker is als ik eerst het ga uitleggen over verticuteren. Maar renoveren, het najaar, ideaal moment. Dus zeg je, mijn gezond zit er niet meer zo goed uit, ik wil er wat aan doen. Dan is dit het moment om te renoveren. Verticuteren. Voordat ik je vertel waarom het najaar zo goed is om te verticuteren, is het belangrijk om te weten wat verticuteren precies is. Nu, ik ga niet heel uitgebreid het hier uitleggen, maar wil je nu de uitgebreide video zien, klik dan zeker even hierboven. Want daar zal ik de video linken die echt heel gedetailleerd over verticuteren spreekt. Maar verticuteren is fantastisch, want het is eigenlijk verticaal maaien. Dus dat kan je doen met een verticuteerhark, maar je kan het ook doen met een verticuteermachine. Je hebt ze elektrisch, je hebt ze op benzine als het een wat grotere tuin is. Verticuteren, het zijn letterlijk messen of kammen die eigenlijk door zo door het gras te gaan letterlijk het dode en het oude gras eruit halen. Dat is niet het enige wat het doet. Het verticuteren snij je ook net door de bovenste laag van de grond heen en daar lopen ook wat worteltjes. En door die worteltjes eigenlijk open te snijden, dus eigenlijk door twee te snijden, krijgt de plant een soort herstelreactie. En dat is dus hartstikke goed, want daardoor gaat de plant heel veel harder groeien. Komt er een hormoon vrij wat ervoor zorgt dat de plant snel kan herstellen. Verticuteren wordt ook heel vaak gebruikt om mos te verwijderen, dood organisch materiaal, vilt. Maar verticuteren bij een gazon die dat niet heeft, is ook heel goed. Waarom is het verticuteren in het najaar zo goed? Nou, zoals ik net al zei, is dat de plant die krijgt een flinke opdonder. Worteltjes worden in twee gesneden, heel veel blad gaat er ook, verliest ook heel wat blad. In het najaar en in het voorjaar groeit het gras het beste, het hardste. Dus heeft het die capaciteit om te herstellen. Doe het niet in een zomer wanneer het veel te warm is, want dan kan het er niet van herstellen. Kijk, doordat dat groeihormoon vrijkomt, groeit de plant wel weer, gaat het in een herstelmodus. En dit is het cruciale moment om meststoffen te geven. Want als je het dan ook meststof geeft, dan heeft het alle voedingsstoffen of bouwstenen om zeg maar snel te herstellen van het verticuteren. Wat ga je zien na het verticuteren? Er komt een heleboel gras uit. Of althans dood gras. Kijk, zoals je kan zien heb ik hier wat gele plekken, wat groene plekken. Het dode organische materiaal dat komt eigenlijk uit de grond door te verticuteren. Dus kijk, door te verticuteren zie je al op dit kleine stukje, kijk, komt dit eruit. Ik weet niet of je het heel goed kan zien. Het bestaat een beetje uit dood organisch materiaal. Maar dat zorgt ook wel voor dat de grond die eronder zit, dat die eigenlijk vrijkomt. Nou, doordat je er zoveel uithaalt, komt gewoon ook weer de bodem vrij. En dat is dus heel belangrijk dat je dat niet open laat, want het gras heeft niet genoeg capaciteit om dat weer dicht te groeien. Maar wat je wel kan doen is het bijzaaien, of althans doorzaaien. Dus na het verticuteren zeker niet vergeten om te bemesten. Dat kan je niet overslaan. En is het nu goed uitgedund, wat in de meeste gevallen zo is, kan je bijzaaien met de graszaad naar keuze. Het is dus belangrijk om de grasmat snel weer dicht te krijgen om mosvorming tijdens de winter tegen te gaan en onkruidvorming tijdens het najaar. Na het verticuteren is het gazon mooi kort en vrij. Is het ook een heel goed moment om te gaan beluchten. Nou, beluchten is eigenlijk gewoon gaten prikken in het gazon
En ja, dan vraag je misschien af, waarom is dat nodig? Nou, dat komt omdat tijdens de zomer is er misschien veel betreding op. Of als je zo'n zwembad neerzet dat de hele zomer erop staat, dan is die grond daaronder is steen en steenhard. Dit zorgt er eigenlijk voor dat er voedingsstoffen, vocht en het licht niet goed bij de wortels komen. Ja, dus dat de voedingsstoffen niet goed de grond indringen en ja, de grasplant neemt de voedingsstoffen op via de wortels. Dus die voedingsstoffen moeten echt tot aan de wortels komen. Als dit het geval is, ja, dan kan het ook reden zijn dat je gezondheid gewoon niet zo goed doet. Dus beluchten, ideaal in het najaar, kan ook in het voorjaar, is voor het gras niet een hele grote opdonder. Het is gewoon makkelijk om het te doen na het verticuteren, omdat je dan, je hebt het gemaaid, je hebt het geverticuteerd, dus er ligt niet te veel organisch materiaal meer in. Nou, en dan vervolgens met het beluchten komen de propjes komen eruit en dan kan je ze makkelijker verwijderen. Je kan ze ook gewoon laten liggen, wat ervoor zorgt dat je, dat breekt vanzelf weer af en na een week of twee kan je dat ook gewoon maaien en dan gaat zeg maar, gaat weer de grond weer terug het gazon. Nou, wil je nog meer weten over beluchten, klik dan zeker even op de video hierboven. Daarin leg ik alles uit over beluchten en laat ik ook de machine zien die ik gebruik om te beluchten. Beluchten, hartstikke goed om in het najaar te doen om van je compacte grond af te komen en je voedingsstoffen beter bij de plant te krijgen. Iets wat niet veel mensen weten is dat de najaarsbemesting eigenlijk de belangrijkste bemesting is. Nou, en dat is omdat in het najaar zijn de groeiomstandigheden perfect voor het gras. Als je dan een goede meststof geeft en het gaat optimaal en sterk de winter in, dan overleeft het de winter heel goed. En dan is het na de winter is het ook weer sneller, zeg maar, start het ook weer sneller en beter. En hierdoor krijg je echt een soort van sneeuwbaleffect en blijft je gazon echt heel veel beter. Want de winter, als je gazon niet sterk de winter ingaat, dan dunt het heel erg uit. Komt er mos in de plaats en dan moet je volgend voorjaar weer verticuteren. Ben je weer met nieuwe grasplantjes bezig. Die kunnen dan voor de zomer, hè, dus misschien niet goed genoeg ontwikkelen, waardoor het in de zomer ook weer uitdunt. Dus ja, het belang van een bemesting in het najaar is echt, ik kan het niet goed genoeg benadrukken, het is echt extreem belangrijk. En misschien is het ook wel handig als ik even uitleg waarom het zo belangrijk is, of althans hoe het precies werkt. Kijk, in een najaarsbemesting, hè, dus zorg ook dat je gewoon een goede najaarsspecifieke meststof hebt, zoals bijvoorbeeld Vital Plus, die een hoger gehalte kalium heeft. En waarom heeft hij nu een hoger gehalte kalium? Het kalium dat zorgt er eigenlijk voor dat de weerstand van de plant enorm verbetert. Hè. Het zorgt voor een betere celstructuur, dus je krijgt een sterkere plant. Ja, en een sterkere plant, die is dus minder vatbaar voor ziektes en kan gewoon beter overwinteren. Daarnaast geeft kalium ook gewoon een heel goed groen effect. Hè? Dus het gazon zal heel veel donker groen worden. Ja, en dit helpt dus weer bij de fotosynthese van de plant, waardoor het beter gebruik kan maken van de meststoffen die je geeft. Dus echt een hele belangrijke bemesting. We zoeken niet te veel naar groei, dus niet te veel stikstof. Maar het is heel belangrijk om een hoog gehalte kalium te geven, zodat de plant de celstructuur kan verbeteren, donkergroen kan worden en zodat het alle voedingsstoffen beter kan opnemen om zich klaar te maken voor de winter. Nou, en dan zijn we nu aangekomen aan eigenlijk mijn favoriete onderdeel van het najaar. Want dit, als je dit doet, dan ga je gewoon zien in het gazon dat het echt, dat het gewoon prachtig is over een 2-3 weken. Dan wil ik het hebben over doorzaaien. Nou, doorzaaien is eigenlijk gewoon een bestaand gazon nieuw graszaad opdoen, zodat het eigenlijk verjongt en weer voller wordt. Nu, doorzaaien is iets wat de laatste tijd wel wat bekender wordt en dat komt eigenlijk omdat we mogen steeds minder onkruidverdelgers gebruiken, wat goed is. Je moet dan zorgen dat je een goed vol gazon hebt met grasplantjes, zodat er geen onkruidplantjes tussen komen groeien. Dus regelmatig doorzaaien, ik doe het zelf 2 keer per jaar, maar 1 keer per jaar is prima. Doorzaaien zorgt ervoor dat dat je heel veel nieuwe plantjes creëert en jonge plantjes die hebben gewoon een hele hoge reproductiecapaciteit. Dus zie het een beetje van als je gazon allemaal oude plantjes zijn, die kunnen zich moeilijker verder ontwikkelen of minder snel, waardoor dat ze eigenlijk dat je de race verliest tegen onkruid. Heb je last van onkruid? Renoveer je gazon dan en hou het dan elk jaar gewoon op misschien de eerste 2 jaar 2 keer per jaar doorzaaien en daarna aan 1 keer per jaar doorzaaien. Hanteer wel gewoon de aanbevolen hoeveelheid. Het heeft geen zin om gigantisch veel graszaad neer te gooien. Het probleem dat je dan creëert is dat het graszaad het komt op en zegt hey, jij plantje staat op mijn plek en vice versa. En die gaan tegen elkaar concurreren. Dus dat wordt ook heel vermoeiend voor het gras. Dus je wilt ook niet dat de graszaadjes te dicht op elkaar liggen of dat ze met z'n allen op één plekje liggen. Probeer het gelijk te verdelen. Wij hanteren 17 gram de vierkante meter. Is meer dan genoeg om door te zaaien. Waar moet je op letten bij doorzaaien? Najaar is een hartstikke goede periode om door te zaaien, omdat de temperatuur in de grond zit van de zomer. Dus de grond is lekker warm. Dit heb je echt nodig om graszaad te laten kiemen. We willen een bodemtemperatuur van 10 graden. Na de winter duurt het langer voordat hij bij 10 graden is. Maar nu komt hij uit de zomer en is hij gewoon lekker warm op de grond en kan je prima doorzaaien. In het najaar hebben we ook een beetje meer hulp van de buien.
Het is nu hartstikke mooi weer, maar over het algemeen heb je in het najaar, september, oktober, heb je gewoon meer regen. Wat ervoor zorgt dat je minder zelf moet sproeien, of althans dat je sneller een succes krijgt met je graszaad. Want niet te vergeten, graszaad strooien moet je ook wel water geven. Dat is gewoon belangrijk om het te laten kiemen. Heeft het water nodig. Ja, het geeft je gazon ook een soort van frisse look. Ja, misschien heb je het wel eens gezien dat je ergens voorbij rijdt en denk je, dat is een nieuw gazon. Dan zie je zo dat mooie frisse gras. Ja, het ziet er gewoon lekker levendig uit. Dus, nummer 1 tip, doorzaaien. Nou, het laatste onderwerp wat ik wil bespreken is maaien. Het is belangrijk om tijdens het najaar ook gewoon te blijven doormaaien. Tot zeker september, oktober. En met name als de temperaturen wat kouder worden, dan kan je wat minder vaak gaan maaien. Een gouden tip bij het maaien, maai niet te veel in één keer af. Je kan beter frequenter maaien. Dus als één keer per week maaien ervoor zorgt dat je de helft van de plant afmaait, maai dan wat vaker. Ik zeg maximaal 1/3 van de plant afhalen. Plant 3 centimeter hoog, mag je maximaal 2 centimeter hoogte maaien. Een hele makkelijke regel die je zo snel kan meten als je een klein stukje maait. Het is ook ontzettend belangrijk om met scherpe messen te maaien. Dus voor je nu dit najaar begint, zorg dat de messen even van de maaier afkomen. Koop of een nieuwe set of laat hem slijpen of zelf slijpen. Dat kan overigens ook gewoon prima, want het hoeft niet een super scherp keukenmes te zijn of zo. Het moet gewoon de deukjes die erin zitten, die moeten eruit zijn, want die scheuren het gras. Belangrijk om met scherpe messen te maaien. En wat ik daar nog in wil meegeven is dat in de herfst krijg je natuurlijk van de bomen krijg je veel meer afval. Dus takjes, eikels, dennenappels, blad. Blad kan je prima gewoon opmaaien, dat is geen enkel probleem. Het probleem zit zich in takken en harde dingen zoals eikels en dennenappels. Ja, die zorgen ervoor dat je mest snel bot worden. Dus probeer als jij daar veel last van hebt of als er nu veel is gevallen, om dat even eerst op te ruimen. De moeite te doen om de kleine takjes op te ruimen. Vervolgens blad kan je gewoon opmaaien. En dat zorgt ervoor gewoon dat het gras altijd gewoon mooi wordt afgesneden. We willen dat het sterk, goede gezondheid, met weinig kans op ziektes de winter ingaat. Nog een laatste tip is maai wanneer het gras droog is, of toch zo droog mogelijk. In het najaar regent het meer, is er ook gewoon je hebt ochtenddauw, dat zorgt ervoor dat het gras nat is. En nat gras zorgt gewoon dat de maaier minder goed maait en dat het dus sneller beschadigt. Dus probeer op een droge dag aan het einde van de dag te maaien, ook als de grond te nat is, maai dan niet, want dan trek je lelijke strepen in het gras. Het is een beetje aanzien voor je eigen situatie, wanneer en hoe je wilt maaien, maar dit zijn de 3 tips die ik je wil meegeven over maaien en dan komt het in principe goed. Nou, als je de video helemaal tot hier hebt bekeken, dan denk ik dat die interessant genoeg was om hem te liken en abonneer je ook zeker op ons YouTube kanaal, want ik probeer hele nuttige content te maken zodat je makkelijk een mooi groen gazon kan hebben. We posten elke maandag een nieuwe video, dus zet het belletje aan en dan krijg je zeker een notificatie wanneer ik een nieuwe video plaats. Ik ben heel erg benieuwd wat jij gaat doen dit najaar, of althans wat je gaat doen aan het gazon. Dus laat het zeker weten in de comments. En ik zie jullie heel graag weer in de volgende video. En daar gaan we het hebben over verticuteren. Ik heb al een video gemaakt over verticuteren, maar die was wel toe aan een update. Dus we gaan een hele uitgebreide versie maken om te verticuteren. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende week weer.